Welkom bij een nieuwe episode van Womanhood Stories. We zijn vandaag in het Made.com appartement in een andere setting. Aan de andere kant van de bank zit Shiva. En vandaag hebben we te gast Vadim. Yes. Welkom. Leuk. Welkom. Nou, Vadim is bekend van haar YouTube-vlogs en haar Instagram. Ze was een professionele make-up artist. En zo ben je ook begonnen met het plaatsen van make-up tutorials, toch? Ja. En daarna begon ze met vloggen. Inmiddels zit ze al 65.000 abonnees, 100.000 Instagram-volgers ook. En daarnaast is ze de oprichter en beheerder van de grootste beautygroep op Facebook. Dat kennen we allemaal, Vadim's Beauty Space. En sinds kort ben je ook mama. Je hebt natuurlijk met je man Marvin echt een prachtig dochtertje. Genaamd Alaya, toch? Ja. Spreek het goed uit, Alaya? Ja, goed. Ja. Die geeft ons allebei hele erge baby. Ja, oh, niet normaal. Ja. Ja. Elke keer als we stories zien, sturen we ook naar elkaar. Oh my god, kijk. Ja. Ik zelf ook hoor. Dus ik denk, oh, nog één. Nog één. Zou je het doen? Zo snel? Niet nu. Ik wil wel meer kinderen, maar niet nu. Nee. Okay. Ja, ze is nu hoe oud? Bijna 6 maanden. Ja, het is ook nog wel echt heel jong. Echt jong, ja. Nou, daar gaan we zo verder over praten. We beginnen altijd met de get-to-know questions, om het ijs een beetje te breken. En ik begin met de eerste vraag. Welk liedje heb je op dit moment echt op repeat staan? Piratenweg van Yves. Oh, ja, die is wel echt heel tof. Ja, ik vind hem zo die hard. Ook. Ja. Die is echt hard. Nice. Ja. De volgende. Je hebt een 10 uur lange vlucht. Naast wie zou je willen zitten? Van gewoon de hele wereld. Mag niet, iedereen zijn. Ik denk gewoon Marvin. Ja? Ja, bij hem voel ik me gewoon comfy. En zeg maar, het boeit niet hoe ik eruit zie. Of als ik... Ja, ik kan gewoon op zijn schoot slapen en zo. Dat is gewoon chill. Wel heel cute, want je vraagt nog van de hele wereld. Gewoon Marvin. Ja, maar het is een 10 uur lange vlucht. Als je me zou zeggen met wie wil je een dagje shoppen of zo. Kijk, dan is het misschien wat anders. Ja. Maar 10 uur lang in zo'n stoeltje. Ja, dan zit ik het liefst. Ja, is wel anders. Ja. Klopt. Ik geef je gelijk. Wat was je allereerste baantje ooit? McDonald's. Ja? Ja? Echt? Maar achter de kassa of? Op een gegeven moment ging ik naar de kassa, maar ik begon al op mijn 15 en op je 16e mocht je pas kassa draaien. Dus eerst moest ik dan de lobby schoonmaken en zo. Maar ik ben daar echt maar een jaartje of zo gebleven. Oh, ja. Oké. Okay. En dan als laatste, wat is voor jou een recentelijke gebeurtenis waar je heel trots op bent? Waar ik heel trots op ben... Daar kom ik zo snel niet op eigenlijk. Ja, sowieso. Elke keer als ik bijvoorbeeld naar haar kijk en als ze dan naar mij kijkt en dan begint te lachen, ja, dan denk je... Ja, maar ook het feit dat jij hebt haar ter wereld gebracht. Ja, dus dat is eigenlijk een soort van trotser kan je denk ik niet zijn, toch? Klopt. Ja, dan iets, dat denk ik. Of iets in je werk, wat je, een interview die je afgelopen tijd hebt gehad of een product of iets. Dat je een denkt campagne van, hey, dat vond ik zo tof. Echt tof dat ik dat kan doen nu. Ja, ik weet wel iets, maar dat kan ik niet zeggen. Oh, dus dat is een beetje Okay. Maar er komt dus binnenkort iets tofs aan. Ja. Okay. Oh, leuk. Nou, we zijn benieuwd. Ja, dat waren dus de get-to-know questions. Nu gaan we wat inhoudelijker in. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar, want ik ging net al een beetje met je erover praten. En toen dacht ik, nee, stop, want hier moeten we het zo over hebben. Je bent opgegroeid in Twente. Ja. Hoe was dat? Heel saai. Ja? Ja, echt heel saai. Maar ik heb het niet naar gehad of zo. Ik heb het wel gewoon naar mijn zin gehad over het algemeen. Maar ik merkte wel altijd van, ja, dit is niet... Ik voel me hier niet thuis of zo. En ik had ook al heel snel dat ik echt vrienden had gemaakt die meer hier in het westen woonden. Dus voor mij was het eigenlijk altijd al gewoon afwachten totdat ik deze kant op zou gaan. Ja, maar ben je daar ook geboren? Ja. Oké. Okay. Ja. Want je bent van Turkse afkomst? Ja, full bloed. Oké. Okay. Dat lijkt me dan nog wel heftig, want ik ben bijvoorbeeld in Arnhem opgegroeid. En dan ben je van Iraanse afkomst en dan kom je ook nog in een soort van stad. Ja, Arnhem is wel een stad, maar ik kwam van het dorp Westervoort. En het was echt zo'n culture clash-achtige feeling. Bij mij ook wel, want ik merkte wel, zeg maar ook in de klas en zo, was echt bijna iedereen was Nederlands. Ja. Kijk, hier natuurlijk in de Randstad heb je dat wel minder. Maar daar was ik was altijd wel het Turkse meisje, zeg maar. Ja. En als je het dan hebt over je afkomst, de Turkse afkomst, was je opvoeding ook echt heel erg Turks? Maar ben je heel erg met de Turkse cultuur opgegroeid ook? Jawel. Maar het was voornamelijk dan thuis. En thuis praat ik bijvoorbeeld ook wel echt Turks met mijn ouders. Maar als ik dan de deur uitging... Kijk, mijn ouders waren niet van... Oh ja, dit is zeg maar hoe wij het zien. En jij moet jouw leven zo leiden. Ja, toen ik jong was natuurlijk wel. Maar op een gegeven moment toen ik ouder werd... hadden hun eigenlijk bij heel veel dingen... dat ze wel zeiden van... Oh, we zien het liever zo en zo. Ja. Maar je bent oud genoeg om je eigen keuze te maken. Maar je spreekt de taal. Ja. Je houdt van het eten. Ja.
Okay. Ik ga er elk jaar naartoe. Ik ben nu 2 jaar niet geweest, maar in principe ga ik elk jaar daar naartoe. Okay. Maar dan ook echt naar familie of echt om ja, vakantie? Echt naar het dorpje vandaan. Leuk. Ja. En ik vind het ook heerlijk. Als ik eraan denk, dan word ik gewoon helemaal blij. Gewoon alles daar, dat ik daar echt gewoon lekker die Turkse kleding ja. en echt van die... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Van die jurken, ik noem het altijd scheidbroeken. Het is zeg maar zo'n broek, echt zo'n hele lelijke broek met zo'n hele lage kruis. Ja, zo'n stoffen broek, zo'n marktbroek. Onze opa's dragen die ook altijd. Daar loop ik dan gewoon in rond, slippers en het boeit allemaal niet. En ja, ik vind het helemaal leuk. En Marvin, heb je die wel eens meegenomen? Nou, hij zou dus vorig jaar voor de eerste keer eigenlijk gaan. Omdat we sowieso moesten wachten tot we getrouwd waren, et cetera. Ja. Maar ja, dat kon niet door corona. Dus ik hoop dat hij dit jaar meegaat. Oké, want hoe kijkt je familie dan naar jouw relatie met Marvin? Ook vanaf het begin, omdat jullie toch wel van 2 verschillende culturen zijn. Nee, ze hebben nooit echt, ze hadden eigenlijk altijd zoiets van, ja, het gaat om hem als persoon. Als hij gewoon goed voor jou is, dan vinden we het gewoon goed. Ja. Oh, en tuurlijk, ze hebben wel gezegd, we hadden liever dat het iemand was die Turks was. Maar dat bedoelen ze niet omdat zij... niet iets anders willen, maar meer van... het is gewoon makkelijker. Je hebt dan die verschillen niet. Maar ik moet zeggen, het valt echt mee qua cultuurverschillen. Heel veel normen en waarden die ik heb meegekregen... heeft hij ook vanuit de Ghanese cultuur meegekregen. Oh, ja. Dus het valt eigenlijk wel heel erg mee bij ons. Soms lijken 2 culturen heel ver van elkaar... maar liggen toch normen en waarden heel dicht bij elkaar. Ja, precies. Ja, gewoon basisdingen denk ik als familie, respect, dat soort dingen. Dat ligt vaak wel... En dat is het belangrijkste, denk ik. Als die basis gewoon goed zit, dan... Ja. En heb je ook broers en zussen of ben je als enigste kind opgevoed? 2 zusjes en een broer. Oh, je oudere broer. Met 4 thuis. Ja, met 4. Oh, leuk. En hoe vinden zij dat jij Fadim bent? mijn kleinste zusje, die vindt het wel echt leuk. Ik weet niet, ik weet nog wel echt een paar jaar geleden dat een paar keer wel mensen naartoe kwamen van, oh, weet je, zusje van Fadim. Mm-hmm. En dat vond ze helemaal geweldig. Ja, zou ik ook vinden. Nu wordt dat wel minder, nu zij iets ouder wordt, maar... Ja, ik heb wel het gevoel dat ze gewoon trots op mij zijn. En soms Instagram, als ik bijvoorbeeld een rare comment of zo krijg... zie ik soms dat mijn oudere zusje of mijn broer echt in discussie gaan met hun. Zo schattig, ja. En hun hebben echt zo'n low-key profiel, zeg maar. Mm-hmm. Ik tag hun ook niet op Insta of zo. Hun hoeven dat niet. Nee. Maar dan zie ik ze soms toch sneaky reageren. Leuk, dat is wel schattig, ja. Ja, echt leuk. Je bent dus daar opgegroeid, je bent daar naar school geweest. Heb je daarna een make-up opleiding gedaan? Want je bent voornamelijk bekend geworden door je make-up tutorials. Ja. Ik deed eerst schoonheidsspecialist opleiding en ik wilde altijd fysicist worden. Maar ja, op school wordt je niet verteld dat fysicist een baan is. Je denkt gewoon, oh leuk make-up, maar ja, je hoort natuurlijk altijd een beetje de standaard dingen. Creatieve sector sowieso, daar geven ze niet echt mee. Dus ik had toen schoonheidsspecialist opleiding gedaan en toen kregen we wel fysici lessen. En ik keek altijd echt uit naar die lessen. Ik vond het helemaal geweldig en ik dacht, ja, ik wil dit eigenlijk gewoon altijd doen. Maar toen kwam ik erachter dat er dus wel een opleiding bestond, gymeursopleiding, maar dat was in Amsterdam, dus niet bij mij in de buurt. En ik deed toen die tijd bij die schoonheidsspecialist opleiding, deed ik wel op zondag ging ik naar een privéopleiding in Amsterdam. House of Oranges, dat ik weet niet of je dat kent. Die ken ik, ja. Echt supergoed. Ja. Dus daar heb ik toen die opleiding gedaan. En, maar toen was ik 17 en ik moest toen sowieso natuurlijk naar mbo. Maar ik vond schoonheidsspecialist echt niet leuk. Hmm. Uiteindelijk, met mijn ouders overlegd. En ze wilden absoluut niet dat ik op kamers zou gaan in Amsterdam. Dat vonden ze echt niet oké. Dus toen zei ik van, oké, weet je wat, dan ga ik het doen. En dan ga ik wel gewoon elke ochtend met de trein. En dat heb ik gedaan. Hoe lang was die opleiding? 3 of 4 jaar? 3, 4 jaar ben ik elke dag heen en weer gegaan met de trein. Hoe lang is het enkel zo? 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Oeh, wow. Girl. Ja. Oké, je was echt dertig. Je wilde het echt graag. Ja, ik wilde het echt. Dus ik dacht, ja, dan moet het maar gewoon zo. Ja. Nou ja, dat is wel mooi voor de mensen die nu kijken of luisteren. Ja. Die zeggen van, er zijn geen grenzen. Als je het wil, dan ga je er echt voor. Klopt. Ja. En uiteindelijk vond ik het ook niet meer zo... Ik had toen ook geen rijbewijs, dus ik kon ook niet met de auto gaan of zo. Ik stelde dat heel erg uit. Maar ik zeg je eerlijk, soms ook nu ik met de auto soms heen en weer ga denken van... zat ik maar gewoon rustig in de trein? Was ik mijn muziek aan het luisteren? Kijk, maar dat overstap is wel rond. Ik heb dat niet, omdat ik heb zoveel in de trein gezeten. Ja, dus oké. Okay. Ik wil echt niet meer met OV gaan. Snap ik, je bent helemaal... Ja, ik ben er echt klaar mee. Wow, en toen, je hebt die opleiding gedaan. Je hebt het overleefd, al dat reizen. Ja. Hoe heb je het toen aangepakt?
Mijn allereerste klus was dus via Facebook. Een meisje die ik kende, die tagde mij in een post van een ander meisje die zij weer kende. Mm-hmm. En er stond in van, nou, we zijn last minute op zoek naar een fysicist. Dus voor een bekende artiest uit Nederland. En ik had toen echt nog niks gedaan. Wel gewoon dat mensen me hadden ingehuurd, maar niet echt iets groots of zo. Yeah. Dus ik dacht, nou oké, ik ga gewoon reageren. En dat was met paperclips. Oh, zo en, leuk. En toen had ik dus gereageerd. Zei ze, ja, we hebben een paar aanmeldingen. Dus we gaan even kijken wie ons het best lijkt. En toen had ze dus gezegd dat het voor Ronnie Flex was. En toen dacht ik, oké, ja, dit is wel serieus. Mm-hmm. Uiteindelijk hadden ze mij gekozen. Dus dat was mijn allereerste clipshoot. Weet je nog welk liedje? Hoe heet dat? Ik weet de titel niet meer, maar het was Robin Roxette speelde er ook in. Het was een beetje zo'n verliefde... Oh, ik weet al welke het is. Ja, ik weet ook niet meer wat de titel is. Nee, ik weet het ook welke, niet meer. Maar in ieder geval... Het is wel een aantal jaar geleden. Ja, ja, echt. Het is denk ik... Zo'n hele leuke love song. Ja, zo'n love song. Ja. 6-7 jaar geleden of zo is het. Oh, zo. Oké. Okay. En op een gegeven moment, ja, in die wereld, als je één keer dan een clipshoot hebt gedaan... Nou, hun onthouden je dan. En als dan bijvoorbeeld hun fysicist weer niet kan, dan vragen ze je weer. En op een gegeven moment... word je de nummer 1 plek op de bellijst. Ja. Dus ik heb heel veel met paperclips gewerkt. Andere clipshoots ook wel gedaan met andere bedrijven. Maar veel met paperclips. Echt leuk gehad. Echt leuk gehad. Ik deed daarnaast ook nog wel echt bruiloften. Dat soort dingen, particulieren. Maar ondertussen deed je dan ook misschien je Instagram bijhouden. Ja, en dat groeide dus ook. En dat is uiteindelijk ook de reden waarom ik ben gestopt. Omdat ik elke keer werd geboekt. Vooral met bruiloften en zo. En... dan moest ik een uur lang over mezelf praten, omdat ze me gewoon volgden en nieuwsgierig waren naar dit en naar dat. Dus toen ging een lol een beetje van mij ervan af en met clipshoots op een gegeven moment, als je 2, 3, 4 keer zegt ik kan niet, ga je weer onderaan de bellijst. En op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, eigenlijk Instagram loopt nu goed, ik vind dat leuk, social media, dat gaat allemaal goed. En eigenlijk is het ook wel goed geweest zo. De visie, het is echt het begin geweest, ik heb echt naar mijn zin gehad. Zou ook altijd wel een passie van me blijven, maar... Het is goed geweest voor hoe lang het duurde, zeg maar. Waar kwam die passie voor make-up dan eigenlijk vandaan? Wist je altijd al dat je dit wilde doen vroeger? Wel snel al. Ja? Ik weet niet meer precies waar het echt begon. Maar ik was op de middelbare school wel altijd degene die dan ineens met blauwe oogschaduw op school kwam. Dat soort dingen, die dan dingen ging uitproberen. Ja. Okay. Dus ik had dat wel vroeg al. Dus je wist al wel, ik wil dit, klopt, dit gaan doen. Sowieso heb ik altijd wel heel goed geweten wat ik wilde. Oh, ik heb nooit een periode gehad dat ik dacht, ik weet even niet wat ik wil doen met mijn leven. Oh, dat is wel nice. En ook met het hele social media gebeuren. Ja, ik ben ook een steenbok, dat hoort er wel een beetje bij. Dat zijn heel dat is wel zo. Ja. Want er is dus ook een hele bekende Facebookgroep, die is inmiddels verwijderd, zag ik. Maar daar gedeactiveerd. Nou, daar hebben we het zo over. Maar je hebt dus een soort van Ladies Talk en je hebt Marwa's Space, wat was het? Ik weet niet precies. Ja. Maar je hebt ook Vadim's Beauty Space. Wanneer in deze tijdlijn is die dan... ontstaan was dat tijdens dat je al mensen opmaakte? Ja. Ben je gewoon random die groep begonnen? Ja, het was zeg maar rond de periode dat ik echt met make-up, dat het echt goed begon te gaan. En dat mijn volgers wel een beetje aan het stijgen waren. En toen dacht ik, ja, is wel leuk. Met mijn volgers hebben we gewoon een groep en dan kunnen we gewoon tips delen in een meer intiemere setting dan op Instagram in mijn story. Make-up tips ging het echt over. Het beauty space. En ik dacht wel, ik ga het breed houden. Het hoeft niet alleen over make-up te gaan. Nou, dat gaat het ook absoluut niet. maar ja, daar is het begonnen. En uiteindelijk werden er allemaal mensen lid die niet eens wisten wie ik was. Dus het is gewoon een beetje uit de hand gelopen. Want ik heb nooit gedacht, ik wil echt een grote Facebookgroep. Dat is 200.000 mensen zaten er op een gegeven moment. 2 ton, ja, echt. Want had je in die tour ook dat je bedacht dat je die Facebookgroep ging beginnen en dat je Instagram liep, had je iemand als vriendin of iemand die je kende die je daarin coachte van, hey Vadim, ik zou dit doen? Of was het echt uit jezelf? Dat ben allemaal ikzelf geweest. Ik heb ook echt... Want je was er vroeg bij. Ja, ik denk dat het ook wel is. Weet je, ook met mijn vlogs, ik ben er gewoon op tijd bij geweest, want nu is het is gewoon moeilijk om je te onderscheiden. En nu, de mensen die mij volgen mij al sinds ik elke dag met de trein ging. Die fanbase is er al. Ja, precies. Dus dat is gewoon leuk. Maar ja, wat zei je ook alweer? Ja, over die tijdlijn. Ja. Of iemand die je echt heeft geholpen daarin. Nee, ik heb ook heel lang gewacht met bijvoorbeeld de managing en zo. Ik ben heel erg controlefreak ook. Mm-hmm. Dus ik heb het liefst, doe ik alles zelf. Mm-hmm. Dus ik heb het altijd wel zelf gedaan. Tot ongeveer, 2 jaar geleden heb ik nu een manager. Ja. Maar de intentie was dus van, dus je deelde al make-up tutorials op YouTube. Ja. En op een gegeven moment begon je met vloggen. Hoe heb je die overstap gemaakt? Je dacht, ik wil gewoon meer van mezelf delen. Nee, dat was eigenlijk omdat mensen het vroegen. Mensen zeiden gewoon van,
we willen wel meer zien. En toen dacht ik eerst van, ik ga gewoon vlogs doen en dan weet je wel bij clipshoots. Een beetje backstage, kunnen mensen een beetje zien. Maar ja, op een gegeven moment wilden mensen weten wat ik at, wat ik droeg. En toen dacht ik, oké, ja, is goed. En dat vroeger, hoe stuurden mensen DM's? Of? Ja, DM's of daaronder reageren van, oh, zou je misschien een keer je ochtendroutine willen filmen? Ik dacht, nou, ochtendroutine, ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik dat soort dingen wel gewoon gedaan. Dan dacht ik, ik vind het eigenlijk heel leuk, want ik ben altijd wel heel open geweest. Ik heb nooit het erg gevonden om dingen uit mijn leven te delen. Dus uiteindelijk past het wel heel erg bij mij. Ja. Maar dan ben je dat meisje uit Twente. Ik denk dat ze bij jou in de buurt kennen veel mensen, iedereen elkaar. Ja, ja, klopt. En gingen daar dan ook niet ineens helemaal rond? En ken je van die straat? Ja. Hoe vond je dat? Was dat niet... Ik denk dat als je beroemd bent, heb je al die druk. En dan ben je nog in een space waar nog meer mensen je kennen. Ja. En iedereen elkaar kent. Kijk, bij ons inderdaad, wat je zegt, iedereen kende elkaar. Dus iedereen, zeg maar, wist me al wel gewoon van dat ik daar woonde. Maar op een gegeven moment was het van, oh, je begint wel veel volgers te krijgen, hè? Weet je wel, dat soort dingen. Of, oh, je hebt die en die zijn make-up gedaan. Oh, ken je die ook? En gewoon meer nieuwsgierigheid. Ja. Nog steeds wel, hoor. Ja. Als ik mensen tegenkom van vroeger, dan zijn ze zo nieuwsgierig. En wanneer is dan het moment dat je besloot, oké, ik verhuis naar Amsterdam? Nou, dat was... In Lelystad woon ik dan. Oh, Lelystad. Oh ja, sorry. Ja. Dat was met mijn nu man dan. Ja. Toen was hij nog mijn vriend. We wilden sowieso al samenwonen. En op een gegeven moment was het gewoon van, oké, ja, dit is gewoon... Nu voelt het gewoon goed. Dus nu gaan we op zoek. Want en hij komt wel van Amsterdam, toch? Almere. Almere. Oh. Hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen? Internet. Oh. Via Twitter. Twitter ook echt. Ja, hij is in mijn DM geslaagd. En ik had mijn nummer gegeven nu. Als iemand mij DM't en ik zou nu single zijn, ik zou nooit mijn nummer geven gelijk. Oh, nee. Dus ja, ik heb het toen gegeven. Tijden waren ook anders, hè? Ja, was heel anders, ja. Oh, grappig. Ja. Nice. Maar je had het al net over Vadim's Beauty Space. Wat is daar gebeurd? Want iedereen mist het. En er is nu een soort 2.0. What happened? Ja, er is dus iets geplaatst in de groep. Ik heb geen idee wat. En Facebook heeft het dus nu vanwege het overschrijden van de richtlijnen gedeactiveerd. Oh. Dus ik heb wel een beoordeling aangevraagd, maar dat is nog, zeg maar, lopende. En ik heb nu ook via mijn managing dan iemand van Facebook die daar werkt, die probeert het op te lossen. Dus ik hoop dat het terugkomt. Okay. Want ik kan er nog gewoon in. Het bestaat nog, maar het is gewoon gedeactiveerd. Ja, precies. Okay. Dus het is niet, want er gaan een soort van verhalen om dat jij het hebt verwijderd. Nee, dat is niet zo. Oké, nee, dat is gewoon echt door Facebook. Want er is nu wel een Vadim Beauty Space 2.0. Ja. Maar die is niet van jou, om even duidelijk te maken. Ik heb geen nieuwe gemaakt. Okay. En je zit er ook niet in? Nee. Nee. Ik zit in geen één Facebook. Volgens mij alleen die woontips en zo. Oh ja, die doe ik ook. Maar wat vind je ervan dat iemand dan random je naam gebruikt om een 2.0 te maken? Ja, kijk, ik vind het niet erg. Ik denk dan van, ja, prima. Ik ben ook echt niet iemand die denkt, nou, ik gun een ander dat echt niet. Als iemand anders meer leden dan Vadim's Beauty Space krijgt, doe you. Ja. Ik vind het prima. Echt, ik gun het je van harte. Maar ja, het is inderdaad wel dat ik denk, ja, je hebt zelf toch ook een naam? Ja. Ja, want het is dus Vadim's Beauty Space. Ja. Is gewoon wel echt. Het is een gewoon een voornaam. Het is gewoon, jij bent het gewoon begonnen dat het jouw Beauty Space Precies. was. Maar het is inmiddels de Beauty Space van... Nou, nu is het dan gedeactiveerd, maar op 200.000 mensen. Ja. Hoe ervaarde jij zelf dat het eigenlijk op een gegeven moment veel verder ging dan make-up tutorials? Ik vond het heel lang leuk. Daarna heb ik het een hele lange tijd echt gehaat. En sinds kort begon ik het weer eigenlijk wel een beetje leuk te vinden. Want het brengt wel veel negativiteit met zich mee. En het is, kijk, het is mijn groep. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat mensen daarin plaatsen. En natuurlijk, wij verwijderen wel dingen als er exposure is. En we zijn daar wel echt streng op. Ik bedoel, we willen ook echt niet een juice iets zijn. Ja. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Maar die dingen worden wel geplaatst. En vaak in de nacht, wanneer ik ook gewoon slaap. En de andere beheerders misschien ook slapen. Of overdag wanneer we werken. Maar uiteindelijk, als iets niet wordt verwijderd, dan is het wel uiteindelijk altijd mijn schuld. Ja, tuurlijk. Dus dat jouw is naam wel, is eraan het brengt gewoon een verantwoordelijkheid met Precies, zich mee. Precies. Een hele lange tijd heb ik echt gedacht van, die groep kan me echt gestolen worden. Ja. Maar de reden waarom, wat was er dan volgens jou wat, zeg maar, negatief was? Gewoon de dingen die werden geplaatst? Gewoon bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, er is één ding wat ik echt nooit meer ga vergeten. Er was een meisje... Die was uitgezonden op tv in zo'n soort oplichtprogramma of zo. Was er een aflevering over haar. En
zij had dus blijkbaar na die aflevering zelfmoord gepleegd. Super heftig. En dat was dus in de ochtend besproken in mijn groep. Van, oh, hebben jullie die aflevering gezien op tv? Bla, bla, bla. En ik, ja, sorry, ik ben gewoon echt lui. Ik slaap tot 2 uur in de middag. Want ik slaap ook altijd heel laat. Ik doe mijn telefoon open en ik zie ineens allemaal berichten met... ja, door Vadim heeft iemand zelfmoord gepleegd. Ik denk, wat is hier aan de hand? Nou, er vonden mensen dus, omdat ik die topics niet had verwijderd over haar... dat zij, omdat ze zich gepest voelde... naar aanleiding van die tv-ding... dat ze dus zichzelf voor de trein had gegooid. Nou, uiteindelijk had ik die familie gesproken... en was zij al overleden voordat die topics er waren. Dus dat, en ze zat ook niet in de groep. Niks met jou te maken, nee. Nee, maar uiteindelijk kijken mensen wel mij ervoor aan. En ik vond dat zo heftig dat ik dacht... ja, je kunt heel veel tegen me zeggen. Je kan me echt voor alles uitmaken. Maar je gaat toch niet zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd. Dat is niet normaal. Nee, dat is echt niet normaal. En die groep is ook, op een gegeven moment werd het ook gewoon groter. Ik kan me voorstellen, het werd groter dan alleen jou, zeg maar. Het is gewoon... Precies. De helft van de groep weet niet eens wie ik ben. Mensen gingen hun relaties checken. Ken je deze guy? Ja, maar dat vrijden we dus ook. Want dat vind ik ook niet. Ik snap. Maar je wordt en... ja, beoordeeld omdat het in jouw groep gebeurt. Ja. En ja, zo'n meisjes. Ja, het is wel heftig hoor. Heel heftig. Heftig verhaal. Dit wist maar ik ook bijvoorbeeld niet. Artiesten in Nederland die me DM, boze DM sturen met... ja, waarom praat je over mij in je Facebookgroep? En dan zeg ik, ik praat niet over jou. Je moet even goed kijken, want er is iemand anders die het plaatst. Ik wil het best voor je verwijderen, maar dat kan je normaal vragen. Ja. Ik ben echt niet de moeilijkste. Alles wat erin wordt geplaatst, verwijder ik echt met alle liefde. Maar je kan gewoon het op een normale manier vragen. En dat was ook een van mijn vragen. Want dus je hebt wel een beetje overzicht over wat er gebeurt. Zo in mate waar het lukt. Ja. Oké. Okay. Want ik vroeg me altijd van, zou ik van iemand allemaal lezen? Soms zit ik ook uren gewoon... We hebben zeg maar dan 10 beheerders en we hebben een groepschat op WhatsApp. Ja. Dus soms appen ze bijvoorbeeld daarin van... yo, kijken jullie even naar deze topic? En dan kijk ik. Maar ik echt niet... Het is mijn groep, maar ik ga echt niet de hele dag gratis, vrijwillig, alles in de gaten houden. Ga ik echt niet doen. Nee, het is een fulltime job. Maar dat is het is ook wat ik net zei. Het is gewoon groter geworden. Maar ik kan me voorstellen dat je zo'n Facebookgroep begint en denkt... nou, ik ga hier make-up tips in delen. En op een gegeven moment groeit het gewoon uit tot iets waar je... eigenlijk zelf bijna geen controle meer over kan hebben. Ja, klopt. Ja. Maar toen de tijden dat je het juist minder leuk vond... heb je op het punt gestaan dat je dacht van ik ga het verwijderen? Nee, dat heb ik nooit gedacht. Ik dacht altijd ik laat het gewoon, maar ik ga gewoon geen moeite doen. Kan zijn eigen leven leiden. Ja. Okay. Of de naam te veranderen of zo? Heb je daar wel eens aan gedacht? Ja, ik heb er wel eens aan gedacht, maar dan denk ik ja... het is ook als ik het nu verander, heeft het toch geen zin meer. Want mensen het is ook echt een begrip gewoon. Precies. Vadim's. Dus... niet eens Vadim's Beauty Space. Gewoon, heb je het gezien in Vadim's? Ja. Precies. Maar het is gewoon dus... jouw naam eigenlijk. Dus hoeveel zo... zin heeft het om het nu nog te veranderen? Ja. Nou ja, we hebben het nu over negatieve dingen van Vadim. Maar er zijn ook echt heel veel positieve dingen uitgekomen. Ja, hele zijn toffe dingen. Mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, die vriendinnen hebben leren kennen. Ja. Of bijvoorbeeld één keer was er een meisje, zij vroeg mij om iets anoniem te plaatsen in de groep. Dus ik zei ja, tuurlijk. En stuurde ze een bericht, zei ze van ja, ik ben vandaag jarig. En we zouden allemaal wat leuks doen met mijn vriendinnen. Maar ze hebben allemaal afgezegd. Dus ik vroeg me af of er iemand is die in de buurt woont die een drankje wil doen. Ik vond het zo zielig. Ja. Ik dacht, nee, dit is echt niet leuk. Het was gewoon iemand van mijn leeftijd. Ja. Nou, dus toen heb ik mijn vriendin opgebeld. Ik zei, ja, gaan we naar haar groep? We gaan gewoon bij Leidseplein. We gaan gewoon even daar een drankje doen. Ja. Ik heb uiteindelijk gedaan. Dus dat zijn wel dingen. Ik denk, zo'n kleine moeite. En je kan iemand daarbij helpen. Maar ook gewoon mensen die echt vriendschap hebben gesloten door de groep. Er is zelfs iemand die via... volgens mij was er een topic over iemands neef of zo. En uiteindelijk is zij nu met hem getrouwd. Nee joh. Ja. Dat is toch heel zo leuk. Ja. Ik heb ook wel een leuk verhaal. Want ik weet nog aan het begin van carrière van Sarita. Zij wil heel graag danseressen voor haar act. En toen hebben wij gewoon een oproep gedaan op Vadim's. En daar kwamen 2 of 3, 4 danseressen uit. Waar ze uiteindelijk ook vriendschappen mee heeft gebouwd. Die meiden zijn leuk. Nu. Ja. Dus, en de hele movement toen rondom Zwarte Piet, zeg maar. Ja. Dat is ook Vadim's geweest. Die gingen toen massaal, zeg Chris maar, Brown, Chris Brown, zo. Ja, Ellen DeGeneres. Ja. Als je iets viraal wil laten gaan. Ja. Klopt. Ja, dus het heeft zo. Ook wel echt een positieve Ja, zeker weten. Is echt wel zo. Maar ja, negatieve dingen vallen helaas vaak Klopt, meer op. Nou, we hopen dat het snel weer terugkomt. En dan dat we vooral positieve dingen kunnen doen. Ik hoop het ook. Ja, want kijk, ik heb heel vaak... wij zijn ook een beetje vriendinnen geworden door Instagram. Jawel, we zijn elkaar gewoon gaan checken. Ja. Superleuk. En toen ben ik je veel meer gaan checken. En ook je stories of reacties onder je post. En mijn bloed kookt dan zo erg. Want ik wil dan alles doen om voor je op te komen. Maar dan denk ik soms bij mezelf... ik krijg ook wel vaak haatcomments hoor. Van,
hoe doe jij dit? En jij komt soms zo hard terug met een antwoord. Of je post gewoon die haat op je story. Ja. Of laatst ging zelfs iemand op, over je kindje. En toen dacht ik, nee, maai. Is leuk, ja. Tel me echt, weet je wel. Dus, het is heel verleidelijk. Hoe ga je ermee om? Ja, ik reageer alleen als ik... Soms zit ik gewoon in zo'n bui. Ik zit op de bank, ik zit zo'n beetje op mijn telefoon. Ik ben in een vervelende bui, weet je wel. En dan heb ik bijvoorbeeld gewoon een grappige comeback. Dan reageer ik wel. Maar over het algemeen reageer ik eigenlijk niet echt. En als het over mij is, ja, de meeste comments over mij zijn ja, hoer of bla bla. Ja, dan denk ik, standaard. Ja, kom op. Je hebt echt comment geen inspiratie. Ja. Maar als het over mijn kind gaat, dan is het wel iets dat ik denk, ja, dat kan ik wel echt. Ja, man. Dat raakt me. Tenminste, dat zijn geen mensen. Het raakt meer. Me als in, ik word gewoon gefrustreerd. Dat ik denk, hoe kan je zo zijn? Dat kind leeft net. Ze heeft niks gedaan. Heeft niks met jou gedaan. Kan niks jou hebben aangedaan dat je zoiets kan precies. Zeggen. Dus dat vind ik wel, dat stoort me wel. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ontwikkel je ook wel dikke huid. Want in het begin, als iemand reageerde dat ik dik was, ging ik echt naar Marvin en zei ik, echt, ben ik echt dik? En dit, dat. Nu niet meer. Maar in het begin was dat wel anders. Niet altijd zo geweest. Ja. Ja, inmiddels met 100.000 volgers gaan er altijd mensen tussen zitten die iets dat is vinden het. Wat niet leuk is. Precies. Of wel weer leuk is. Ik denk dat als ik nu letterlijk perfect zou zijn, dat mensen dan ook alsnog. Wel weer iets zouden zeggen. Dus ja. We hadden het net over je kind. Hoe is je leven veranderd sinds je moeder bent geworden? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Je bent eigenlijk de eerste moeder die bij ons... The first mommy. Ja, de first mommy. Dus we zijn ook echt heel benieuwd daarnaar. Nou, het is vooral, kijk, ik heb wel echt geluk. Ze is echt een makkelijke baby. Maar het is vooral, alles wat je doet is plannen. Ja. Als je denkt, ik ga straks koken, dan is het, oké, hoe laat had ze gegeten? Hoe laat gaat ze slapen? Oké, dan kan ik dan gaan koken, dan kan ik dit doen. Ook als je bijvoorbeeld denkt, ik ga sporten. Oké, ik ga sporten. Werkt Marvin die dag? Is hij thuis? Moet ik anders oppas vinden voor Alaya? Dus alles is gewoon plannen. Ja, je leven draait ook natuurlijk dan om je plant alles om haar heen. Ja. En eerst was het gewoon... Bijvoorbeeld, kijk, wat wij elke keer zeggen is... Wij waren echt mensen die nog 5 minuten voor sluitingstijd van de Albert Heijn nog snel even snoep gingen halen. Dat kan niet. Dan moeten we helemaal haar in de auto doen. Met haar helemaal naar de Albert Heijn. Ja, dat gaat gewoon niet meer. Je kan niet met z'n tweeën even snel... Even snel boodschappen. Ja. Hoe is het dan met werk nu? Want jij hebt best wel een busy life qua je lifestyle voor je werk. Je moet veel interviews doen, je moet fotoshoots houden. Je doet je eigen dingetjes. Hoe combineer je dat? Veel plannen. En dan heb je ook nog die baby erbij. Klopt. Nou, ik neem haar wel mee als het kan. Ze is wel gewoon rustig. Als ze eenmaal een flesje heeft gehad, dan is ze gewoon... Ze helpt haar echt alleen als ze honger heeft. Ja. Dus ik neem haar wel mee wanneer het kan. En anders heb ik... Nou, mijn schoonmoeder woont een kwartier van ons vandaan. En Marvin die is nu veel thuis, omdat zijn werk, hij werkt 2 keer in de maand of zo door corona. Mm-hmm. Dus hij is veel thuis. Dus meestal als ik dan iets plan, bijvoorbeeld de interview, dan probeer ik het te plannen wanneer hij thuis is. Oh, ja. Dan kan Want wat voor werk doet Marvin precies? Hij heeft bijbaantje op Schiphol. Ja, het zijn vervelende tijden dus, nu, met corona. Precies, hij zit in zijn laatste jaar van HBO. Mm-hmm. Hij zou eigenlijk vorig jaar klaar zijn, maar dat wordt ook allemaal opgeschoven. Ja. Dus ja, allemaal gezeik. Maar ik vind dat dus wel... Laatst las ik ook iets online over moeders die dan zeggen van... dat ze heel vaak de vraag krijgen van... Ja, hoe combineer je dat met je carrière? Terwijl ze dan ook een partner hebben en dan... Dat ze dan mensen zeggen, en je man dan? Maar het is toch logisch dat hij ook kan oppassen op de baby, zeg maar. Ja, en ik vind het ook, zeg maar, ik vind het raar dat als bijvoorbeeld Marvin nu hier was, zou niemand vragen, maar waar is Alaya dan? Maar als ik hier ben, dan is het altijd, past Marvin op? Past haar op? Het is hij zijn kind. Hij is de vader. Hij is gewoon vader aan het zijn. Ja, dat is wel zo, maar ik denk niet dat het ooit gaat veranderen. Dat is gewoon, ja... Maar bij jullie thuis zijn de rollen dus wel echt gewoon mooi verdeeld. Ja, we doen gewoon allebei gewoon wat we kunnen. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld net boven bezig ben, bijvoorbeeld ik moet een campagne filmen of zo, dan gaat hij echt niet zeggen, haar luier moet gedaan worden. Dan doet hij gewoon haar luier. Ik ben bezig. Ja, tuurlijk. Ja, maar zo hoort het ook. Dat vind ik ook. Zo hoort het, ja. Hij is de vader, ja. Wat vindt hij eigenlijk van jouw job, van je carrière? Dit gaat heel lullig klinken, maar ik weet niet hoe ik het anders kan verwoorden. Maar hij vindt mijn volgers echt niet leuk. hij irriteert zich gewoon aan heel veel dingen. En hij irriteert zich ook snel aan dingen. Dus hij vindt het allemaal wel leuk en brengt ook natuurlijk wel heel veel leuke dingen met zich mee. Maar ik denk dat als hij kon kiezen, dat hij liever had dat ik gewoon een nobody was. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar ook omdat jullie relatie zo in de belangstelling staat ook? Nou, dat vindt hij niet eens per se erg. Maar hij irriteert zich bijvoorbeeld gewoon zo. Als iemand bijvoorbeeld nu bij hem bijvoorbeeld reageert van...
bijvoorbeeld over Alaya, van oh, je doet dit niet goed of dat niet goed. Dat ongevraagde advies, hij irriteert zich daar zo erg aan. Ja. Ik ook. Heel veel volgers denken ook niet na voordat ze iets zeggen. En dat kan echt bij iemand anders verkeerd overkomen. Ja. En hij heeft ook gewoon zoiets van, hij vindt het allemaal wel leuk en hij snapt natuurlijk wel dat het voor anderen anders is. Maar hij, ook altijd als mensen naar mij toe komen, dan heeft hij zoiets van, waarom gaan mensen naar mij toe? Maar hij is er wel mee ingegroeid, toch? Ja, want jullie gaan best wel lang met elkaar. Dus. Ik denk dat als ik hem eerst niet kende, zeg maar, hoe hij is als persoon, als ik hem nu zou leren kennen, als hij in één keer die switch moest maken, zou hij echt niet met mij gaan. Het is dat hij nu inderdaad geleidelijk erin is gekomen, maar... Ja. En hij is, basically zelf ook een beetje nu een influencer door jou. Ja, maar hij is dus heel introvert. Dus voor hem is het een beetje... Hij heeft ook, als hij op zijn eigen Instagram... Je kan toch zeg maar zien hoeveel mensen op je account zijn geweest. Als hij ziet dat dat aantal in één keer heel veel is, bijvoorbeeld rondom een zwangerschap, dan krijgt hij gewoon een soort van paniek. Dan verwijdert hij al zijn foto's. Snap ik wel. Ja, hij is echt wel heel anders daarin dan mij. Snap ik wel. En als we het dan nog eventjes hebben over Alaya, wat zou je heel graag aan haar mee willen geven? Zijn jullie nu al heel bewust bezig met de opvoeding, met beide culturen misschien ook? Ja, dat wel. En we hebben wel het geluk dat zij gaat zeg maar elk weekend, dit weekend is ze dan bij mijn ouders en volgend weekend bij zijn ouders. Ja. Dus dan krijgt ze automatisch al zeg maar beide culturen en talen mee. Zodat wij niet, en de Turkse en de Ghanese precies. Cultuur. Oh, ja. En we willen haar ook veel tijd geven met beide opa's en oma's. Omdat ik wel denk dat het heel belangrijk is. Ook omdat ik ga niet de hele dag Turks met haar praten. Kan natuurlijk wel, maar ik ben sneller geneigd om gewoon Nederlands te praten. En je praat met Marvin natuurlijk ook Nederlands. Precies. Dus ik denk dat als ze gewoon veel tijd heeft bij beide opa's en oma's, dat ze automatisch meekrijgt. Kinderen pikken dan natuurlijk snel op. Ja. Maar we willen zeker wel beide culturen wel echt meegeven. Ja. En zijn we een beetje aan het einde gekomen, dan heb ik nog een vraag. Als je tips zou mogen geven aan de meiden die echt naar je opkijken en ook willen zijn en doen wat jij doet en wie jij bent. Wat voor tips zou je ze geven? Ik denk... Ja, heel cliché, maar gewoon doen waar je zin in hebt. Want iemand anders kan wel zeggen, nee, je moet dit niet doen of dat niet doen. Maar uiteindelijk, als jij straks 30, 40 bent en je hebt een gezin, dan zie je die mensen niet. Ja. Dus uiteindelijk gaat het toch gewoon om jezelf, waar je zelf gelukkig van wordt. Jezelf zijn dus. Ja, jezelf zijn. Ik denk dat heel veel mensen, sowieso heel veel vrouwen, denk ik, heel veel moeite hebben met zichzelf zijn in deze maatschappij. Want je wordt op alles wat je aangekeken. Maar ja, je kunt het nooit goed doen. Dus je kan beter gewoon doen waar je zelf zin in hebt. Exactly. Ja, mooi gezegd. Nou, dan als laatste waar we altijd mee afsluiten is de Gratitude Journal. Dus we horen heel graag drie dingen waar je op dit moment heel dankbaar voor bent. Waar ik dankbaar voor ben? Nou, mijn dochter sowieso, nummer 1. Mijn familie, dus gewoon mijn ouders, et cetera. En ik denk het feit... Als ik dan praat over de periode waarin we nu zitten, corona, dat ik het niet moeilijk heb. Hmm. Ja. Daar ben ik wel heel dankbaar voor, want je ziet natuurlijk wel mensen om je heen. Struggelen. Dat, ja, precies. Dus ik ben wel heel dankbaar ervoor dat ik nog wel op beide benen kan staan. Ja, mooi gezegd. Ja, dat was het. Ja, aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil je heel erg bedanken. Geen mooi probleem. Gesproken. Ik vond het heel leuk. Ja, ik was ook heel nieuwsgierig naar je verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren en te kijken naar de volgende episode ook. Yes. Bye bye.